Voor de triathlon, ja, dat kan niet zomaar georganiseerd worden. Daar zijn ontzettend veel vrijwilligers voor nodig. Corrie, jullie zijn op zoek naar vrijwilligers. Absoluut, absoluut. Het is een gigantisch evenement. En we hebben natuurlijk heel veel vrijwilligers nodig. In allerlei functies, op allerlei plekken. En er is voor iedereen wat wils. En je ziet het, je bent nooit te oud om mee te helpen. Ja, want hoe gaat dat? Hoeveel vrijwilligers zijn er per jaar nodig? Minimaal dus ongeveer een 500. Maar hoe meer, hoe liever. Want dan wordt het voor iedereen gemakkelijker. Ja, en je kan dus overal terechtkomen tijdens het evenement. Ja, ja. Ja, je kunt wat zelf rollen. Zelf uitzoeken. Op onze website kun je namelijk allerlei functies zien. Ook wat er voor nodig is enzovoort. En ook alle tijdvakken kun je zelf dus invullen wat je zou willen. Ja, moet je nog aan iets voldoen omdat het coronatijd is nu voor dit jaar? Stel dat je dit jaar op zou geven? Nee, als je dus vrijwilliger bent. Ja, het liefst hebben wij natuurlijk dat de mensen dus gevaccineerd zijn. Dubbel gevaccineerd. Mm. Maar er worden voor de vrijwilligers geen aparte testen afgenomen. Maar wat dat betreft heb je dus geen beperkingen. Nee, dus het is geen voorwaarde, maar het is wel prettig als je dubbel gevaccineerd bent. Is eigenlijk gewoon de boodschap. Goed, wil je dus vrijwilliger worden bij de triathlon, bij de Challenge Almere Amsterdam, hoef je helemaal niet vooruit Almere te komen, maar kun je vanuit het hele land doen natuurlijk. Hè? Ja. Dan moet je eventjes kijken op de site van Challenge Almere Amsterdam naar meer informatie. Nou, Corrie, laten we hopen dat jij tientallen nieuwe collega-vrijwilligers straks naast je hebt staan. Odeke, mag ik nog even die website doorgeven? Natuurlijk. Want die is anders dan normaal in verband met de WK. En dat is www.almere. En dan triathlon met een H erin. Mm-hmm. .org. Oké, dus www.almere.triathlon met een H ertussen. .org. Ja. Oké, heel goed. Klopt. Nou, dat kan niet meer misgaan. Dankjewel, Corrie Aerts.